Ten eerste, als je video schiet, houd je mobiel dan verticaal. Anders komt je video gedraaid in Instagram Stories. Swipe omlaag in je camerascherm om een bestaande foto of video in je Stories te zetten. Als je tekst of doodles wilt gebruiken, laat dan wat ruimte over in je foto of video. En als je video ook publiceert op je Instagram timeline, houd met het filmen er dan al rekening mee dat het uiteindelijk vierkant wordt. En dat je video minstens 3 seconden lang moet zijn om op Instagram te kunnen publiceren. Maar de allerbelangrijkste tip, vertel een verhaal. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dus maak een logische volgorde in je foto's en video's. Zo kun je kijkers echt betrekken bij wat je doet. En dat leverde bij mij echt de leukste reacties op. Voor veel meer tips naar mijn Instagram Stories experiment, check fw.nu/instagramstories.